eventjes. Het gesprek dat Jacot zo meteen gaat voeren, ik moet eerlijk toegeven, ik heb daar niet gigantisch veel zin in. Het gaat zelfs een beetje deprimerend worden. Maar bon, Jacot en de gast zelf die hebben mij beloofd dat dat niet zo gaat zijn. Dat ik ook nog heel veel ga ontdekken waar ik nog niks van wist. Het gaat gaan over het klimaat. Is er ook iets positiefs aan de klimaatverandering? En om die vraag te beantwoorden, zit hier bij ons aan tafel Wim Thierry van de VUB. Wim, mag ik dat zeggen dat jij nog relatief jong bent, maar toch al je eigen onderzoeksgroep hebt aan de VUB. En je bent bovendien ook gerenommeerd klimaatwetenschapper, hebt al verschillende awards daarvoor gekregen. Je stond ook op de Forbes 30 Under 30. Maar we moeten misschien eerst even stilstaan bij het begrip klimaatwetenschapper. Want klimaat, dat omvat heel veel dingen. Met welk stuk ben jij specifiek bezig? Ja, dat klopt. Klimaatwetenschap is een zeer brede discipline waarin biologen, chemici, geografen, fysici, wiskundigen, mensen met heel verschillende achtergronden werken op verschillende aspecten van het klimaatsysteem en klimaatverandering. Klimaatwetenschappers die gaan soms aan de slag met metingen van weerstations, soms met satellietdata. Maar wat wij in onze groep doen, is voornamelijk werken met computermodellen. En die computermodellen die het wereldwijde klimaatsysteem eigenlijk gaan weergeven in een software, die draaien wij op supercomputers. En wat we daar dan doen met die computermodellen, is eigenlijk specifiek gaan kijken naar de rol van het land in het bredere klimaatsysteem en hoe dat het land vormgeeft aan extreme weersfenomenen zoals hittegolven of droogtes. En we gaan ook kijken hoe dat die extreme klimaatfenomenen leiden tot gevolgen voor landbouw, watervoorziening of gezondheid bijvoorbeeld. En alles wat we horen over de klimaatverandering, dat is vrij deprimerend, zoals Helena al terecht aangaf. Is dat maar één kant van het verhaal? Is er ook iets positiefs aan de klimaatverandering? Wel, aan de klimaatverandering zelf is er eigenlijk bitter weinig positief. Vrees ik wel voor, ja. Jammer genoeg. Maar wat wel heel positief is, zijn deze hele brede waaier aan oplossingen die er vandaag bestaan. En wanneer we die oplossingen gaan implementeren, dan gaan we niet alleen de klimaatverandering stabiliseren, maar dan gaan we ook heel wat andere voordelen krijgen. Onze levenskwaliteit gaat er enorm op vooruit gaan. We gaan langer en gezonder leven. Onze steden gaan stiller zijn en aangenamer om in te vertoeven. Onze huizen, eenmaal geïsoleerd, gaan die aangenamer zijn om in te leven. En ga zo maar voort. Elektriciteit zal goedkoper worden op termijn. Dus allemaal voordelen die we gaan bijkrijgen als we die klimaatoplossingen gaan implementeren. Ik denk dat dat toch een heel belangrijk positief element is. De oplossingen die er vandaag bestaan, die hebben echt heel veel positiefs te bieden. Ja, ja, ja. Want dat het vandaag opwarmt, daar kunnen we niet onderuit. Hè. De oceanen warmen op, de luchttemperatuur stijgt, het water smelt. Er is van alles aan de gang. Wanneer gaat dat op volle kracht zijn, denk je? Wel, de klimaatverandering is eigenlijk iets dat zich gradueel voortschrijdt. En we zitten momenteel met een opwarming van de aarde van 0,2 graden per decennium. Het gaat razendsnel. Momenteel per ton CO2 die wij in de lucht pompen, warmt het klimaat verder op. En we zitten vandaag al met 1,1 graden opwarming sinds het begin van de industriële revolutie, zo'n 150 jaar geleden. En ja, we zien rondom ons overal al de kwalijke gevolgen die 1,1 graden opwarming met zich meebrengt. Ja, ja, ja. Het is nu al merkbaar, maar ik kan me voorstellen wie er op dit moment 60 is, dat die daar op zich niet zo heel ernstige gevolgen van gaat ondervinden. Of heb ik dat fout? Wel, vandaag zijn er al heel wat gevolgen van de klimaatverandering. Er zijn al escalerende hittegolven. We hebben ook toenemende droogtes en bosbranden in heel wat gebieden. Met allerlei kwalijke gevolgen voor onze voedselproductie en onze watervoorziening. Maar de klimaatverandering zal waarschijnlijk nog verder toenemen naar de toekomst toe. En dat betekent natuurlijk dat als je vandaag jong bent en je zal die toekomstige decennia meemaken, dat je natuurlijk nog heel wat gevolgen te verwerken zal krijgen in je verdere leven. En dat maakt natuurlijk dat de klimaatverandering ook een verhaal is van intergenerationele rechtvaardigheid. We moeten ook de klimaatverandering stoppen om de toekomst van die jonge mensen eigenlijk te gaan vrijwaren. Ja, want het is wel zo dat ze soms zeggen, dit is de koudste zomer die je al hebt meegemaakt, omdat de zomers alleen maar
Ja, warmer gaan. Ja, en dat is een mopje dat de ronde doet op sociale media, maar dat is eigenlijk niet zo ver van de waarheid. We zien het eigenlijk rondom ons, dat de records keer op keer opnieuw sneuvelen. En ik zal even meer zeggen, records die verpulverd worden. Hè. Mm-hmm. Freak events, waarbij de temperatuur, de vorige record met verschillende graden wordt overschreden, dat zien we veel. Denk je dat de klimaatverandering ondertussen gewoon een feit is en dat we ons moeten gaan beginnen voorbereiden op de gevolgen ervan? Of valt er op dit moment nog iets te redden? Ja, als we kijken naar wat we kunnen doen aan de klimaatverandering, zijn er eigenlijk twee zaken. Ten eerste kunnen we eigenlijk de bron van het probleem aanpakken. Dat betekent onze uitstoot van broeikasgassen naar nul brengen zo snel mogelijk. Hè. Van zodra dat we op nul zitten met onze broeikasgassen, dan zal het opwarming van de aarde stabiliseren op dat moment. Dan zal het niet meer verder opwarmen. Het zal dan ook niet afkoelen, maar het zal dan stabiliseren op dat niveau. Dat noemen wij mitigatie met een technische term. Ja. En dat gaat eigenlijk over het uitfaseren van fossiele brandstoffen bijvoorbeeld. Ook het stoppen van ontbossing. Aan de andere kant heb je adaptatie. Dat is eigenlijk je aanpassen aan het veranderende klimaat. En dat is iets dat we jammer genoeg ook nodig hebben. Want we zien eigenlijk dat vandaag al de klimaatverandering zelf bij 1,1 graad opwarming waar we vandaag zitten, dat we daar al een hele reeks gevolgen hebben die vragen om maatregelen om mens en natuur te gaan beter beschermen tegen dat escalerend klimaatrisico. Mm-hmm. Want hoeveel warmer mag het nog worden om eigenlijk een leefbare situatie te behouden? Ja, wat we eigenlijk zien is dat die gevolgen van die klimaatverandering nemen disproportioneel toe naarmate de opwarming van de aarde zich verder zet. Mm-hmm. Dus als de opwarming, vandaag zitten we aan 1,1 graden. Als de opwarming van de aarde 1,5 graad zijn, dan zullen die gevolgen groter zijn dan vandaag. Dan is er bijvoorbeeld een groot risico om de koralen wereldwijd kwijt te raken. Bij 2 graden is dat een zekerheid. We zien eigenlijk dat die gevolgen disproportioneel toenemen naarmate van de opwarming van de aarde. Dat betekent dat elke tiende van een graad opwarming die we kunnen vermijden een winst is. Maar we zien ook dat naarmate de opwarming van de aarde zich verder zet, gaan die negatieve gevolgen zich in elkaar gaan haken, elkaar gaan versterken, met elkaar gaan interageren. Krijg je ook het risico op kantelpunten in het klimaatsysteem. Dus het risico dat 2 graden dubbel zo erg is als 1 graad opwarming. Wat is veilig, moet je de vraag durven stellen. We hebben ook in België al dodelijke hittegolven en dodelijke overstromingen gehad. Bij 1,5 graad krijgen we een substantieel risico op het overstromen scheiden van kantelpunten, verschillende kantelpunten in het klimaatsysteem. Denk maar aan het volledig wegsmelten van de Groenlandse ijskap, wat potentieel tot verschillende meter zeespiegelstijging kan leiden. Dus we hebben bepaalde onzekere kantelpunten in het klimaatsysteem die eigenlijk mogelijk voor ons in de toekomst liggen. Ja. Ja, want hoe moeten we ons dat dan bij ons voorstellen, zo'n situatie waarbij dat echt heel moeilijk leefbaar wordt? Wat je ziet is eigenlijk een reeks van escalerende klimaatsextremen. Mm-hmm. Meer hittegolven, meer droogte, ook meer extreme regenval die dan kan zorgen voor overstromingen. Dus we hebben langere periodes van droogte, maar wanneer het dan regent, dan valt het water met bakken uit de hemel en krijg je de overstromingen. Dat zorgt voor allerlei problemen, bijvoorbeeld rond wat betreft mislukte oogsten, maar ook mogelijk watertekorten. Ook rivieren die niet meer bevaarbaar zijn, geen koelwater voor onze elektriciteitscentrales enzovoort. De waaier van gevolgen is zo breed. Oké, maar voor de duidelijkheid, de klimaatverandering, dat wil niet zeggen dat het, of niet alleen, dat het overal warmer en warmer gaat worden, maar ook die extreme. Waar je het over had, die hoort er ook bij. Ja, want inderdaad, als we nu zeggen het klimaat is wereldwijd gemiddeld met 1,1 graad opgewarmd, het verschil tussen 18 of 19 graden, dat voel je natuurlijk zelf amper. Hè? Waar het eigenlijk over gaat, is dat die broeikasgassen eigenlijk een dekentje in de atmosfeer liggen, waarbij die energie gevangen blijft in het klimaatsysteem. Dus wij gaan eigenlijk energie gaan ophopen in onze oceanen, op het land, in de lucht, in het ijs. En die energie die zorgt voor de gemiddelde opwarming, maar die zorgt ook voor een toename in extremen. En we voelen de klimaatverandering door de klimaatsextremen. Mm-hmm. En we voelen de klimaatverandering ook door lange termijns gevolgen, zoals bijvoorbeeld de zeespiegelstijging. Dat is iets op zeer lange termijn. Maar de opwarming die we nu genereren, zal nog voor millennia aan zeespiegelstijging zorgen. Dus het is een enorme last op de schouders van toekomstige generaties die we leggen door de huidige uitstoot van broeikasgassen. Ja, ik vraag mij nog af, die extreme, wil dat zeggen dat we van extreem weer naar extreem weer gaan, van tropische storm naar hittegolven? Of hebben we nog periodes waarin dat we
even kunnen genieten van wat 16 graden en niet. Ja, kijk, als je kijkt, ja, als je kijkt naar de voorbije jaren, dan zien we dat we eigenlijk in de laatste 5 jaar in België eigenlijk 4 uitzonderlijke droge en warme zomers gehad hebben. En de andere zomer, dat was de zomer van 2021, toen we de waterbom hebben gehad. Mm-hmm. Dat was een zeer natte, uitzonderlijk natte zomer. Dus je ziet eigenlijk dat ja, de extreme steeds vaker gaan voorkomen. Mm-hmm. We hebben het al gehad over, nu hebben we 1,1 graad. Die anderhalf is zo'n kritisch getal. Vanaf welke temperatuur wordt de aarde echt helemaal onleefbaar? Als je gaat kijken naar die doelstellingen en naar die verschillende doelstellingen, dan zie je dat er een aantal getallen op tafel liggen vandaag. Mm-hmm. We hebben eigenlijk de 1,1 graden waar we vandaag zitten. En dan heb je het Parijsakkoord, waarin landen van de wereld hebben afgesproken, we gaan de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2 graden. Ja, wat dat exact betekent, daar is enige interpretatie mogelijk. Mm-hmm. Maar je hebt ook heel duidelijk die 1,5 graad doelstelling in dat Parijsakkoord. We zullen inspanningen leveren om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. Dus dat is eigenlijk wat landen van over de hele wereld zich voor engageren. Nu, als je kijkt naar wat die landen aan klimaatplannen hebben opgesteld om die doelstelling te bereiken, dan zie je dat die plannen ons momenteel op een pad zetten van 2,4 graden. Dus dat is ruim boven de doelstelling van het Parijsakkoord. En als je dan nog eens gaat kijken naar het beleid dat die landen zeg maar, op het terrein werkelijk voeren, dan gaan we naar een opwarming van 2,7 graden. Nu, het mogen duidelijk zijn dat 2,7 graden opwarming dat een wereld is die er totaal anders uitziet als de wereld vandaag. Dat is een wereld waarin ik niet wil dat mijn kinderen opgroeien. En ik denk dat dat niemand dat wil. We hebben het nu vooral over gemiddelde gehad over de hele wereld, hè, die 1,1 graad waar we nu zitten. Zijn er regio's waar het beter aan het worden is, waar het koeler wordt? Ja, als we gaan kijken naar de wereldkaart van de opwarming van de aarde, dan zien we dat die overal donkerrood kleurt. Niet dus, ja. Behalve één plekje in het noorden van de Atlantische Oceaan, ten zuiden van Groenland. Okay. Het is een beetje zoals bij Asterix en Obelix, het kleine dorpje dat dapper weerstand biedt aan de invallen van de Romeinen. De enige plek op aarde waar het momenteel niet opwarmt, is een klein deel in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. Maar zelfs die afwezigheid van opwarming is een teken van de klimaatverandering. Want wat gebeurt er? We zitten in de Atlantische Oceaan met onze welbekende golfstroom. En de golfstroom die brengt warm water van de Caraïbe richting Europa. En dat is daarom dat er op sommige plekken in Ierland en Engeland palmbomen groeien. En dat het bij ons ook nog aangenaam niet al te koud is in de winter. Maar wat gebeurt er? Doordat het bijvoorbeeld door het afsmelten van Groenland komt er meer smeltwater in de oceaan terecht. En dat gaat die werking van die golfstroom eigenlijk gaan verstoren. Het strooit zand in de motor van de golfstroom. En wat je eigenlijk ziet in de metingen is dat die golfstroom aan het vertragen is. Je krijgt minder transport van warm water van de Caraïbe richting het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. En dat is waarom dat je geen opwarming daar hebt. Dus zelfs die plek waar het niet opwarmt, is eigenlijk een teken van een veranderend klimaat. Ik weet, vroeger was het zo'n ding dat je kon investeren in een huisje in het zuiden van Frankrijk. Daar weet ik het antwoord al op, dat is nu geen goed idee meer, want daar wordt het veel te warm om nog aangenaam te zijn. Moet ik investeren in een huisje in Lapland, in Zweden, Noorwegen? We zien wel dat er bepaalde evoluties zijn in de zin dat hoe meer je naar de subtropische gebieden gaat, denk maar aan de Middellandse Zee of ten zuiden daarvan, daar worden de condities steeds moeilijker. We zien ook dat het Middellandse Zeegebied, Noord-Afrika, het Midden-Oosten, dat echt de hotspots zijn van klimaatverandering, waar we nu al een enorme toename zien in droogte, in waterschaarste, in bosbranden. Dat zijn allemaal tekenen van de klimaatverandering. Dus het Middellandse Zeegebied is echt wel een hotspot voor de klimaatverandering. Maar geen enkele regio blijft gespaard. Overal zien we toename in extreme. Ja. Dus best mijn geld gewoon meteen in de klimaatoplossingen investeren en niet meteen in een huis. Ja, voilà. De klimaatoplossing, effectief, want Wim had mij beloofd om mij nu totaal depressief achter te laten. Is er iets wat ik zelf kan doen? Is er iets waarmee dat we het klimaat nog een handje kunnen helpen?
Ja, ja, er zijn heel veel dingen die we kunnen doen om, om de klimaatverandering te stoppen, hè, en het probleem aan te pakken. Dan denk ik aan, aan elektrisch rijden, dan denk ik aan je huis isoleren, aan een warmtepomp installeren en zonnepanelen. Allemaal zaken die je kan doen en die naast goed voor het klimaat ook heel vaak goed zijn voor de portemonnee. Naast de rol als consument denk ik dat je ook een heel belangrijke rol kan spelen als burger. Dat bestaat erin dat je eigenlijk de beleidsmakers ter verantwoording roept. En dat je eigenlijk zegt, ja, ik maak me wel zorgen om de klimaatverandering en ik wil dat jullie het probleem oplossen. Want ik heb het al vaak gezegd, maar vandaag hebben we alle technologieën om de uitstoot van broeikasgassen naar beneden te halen, opwarming van de aarde te stoppen. Bovendien toont wetenschappelijk onderzoek en ook rapporten van het VN Klimaatpanel dat dat helemaal niet zoveel geld kost eigenlijk. Dus met 2% van het wereldwijde BBP kunnen we eigenlijk die opwarming van de aarde stoppen. Er is ook een studie die toont dat met 10% van het geld dat we uitgegeven hebben aan de herstel na corona, met 10% van die middelen zouden we eigenlijk al kunnen de opwarming van de aarde tot 1,5 graad beperken. Dus ik denk, als je vraagt wat kan je doen als mens, dan denk ik, je hebt ook een rol als burger die je kan spelen. Dat kan gaan via stemgedrag, maar dat kan ook gaan via het aanschrijven of aanspreken van politici, het deelnemen aan manifestaties. Of wat we nu ook recent zien als een recente trend, is de rechtszaken. We zien dat er heel veel rechtszaken worden aangespannen in heel veel landen, ook in België loopt er een rechtszaak. En dus je ziet eigenlijk dat die acties die burgers nemen als burger, dat die een veel groter effect hebben, dat die veel effectiever zijn dan de acties die je als consument individueel neemt. Want die hebben alleen betrekking op je eigen uitstoot, terwijl de acties als burger een veel bredere verandering in de maatschappij kunnen teweegbrengen. Dus ik neem mee dat er nog hoop is, maar dat er wel dringend iets moet aangepakt worden. Ja, absoluut. Een oproep tot actie. Er ligt heel wat negatiefs in het vooruitzicht, maar we kunnen dit perfect gaan vermijden als we ons wapenen en als we de opwarming van de aarde bij de wortel aanpakken. Dankjewel, klimaatwetenschapper aan de VUB, Wim Thierry. Echt vrolijk ben ik er nog niet helemaal van geworden, maar ik onthoud inderdaad dat er niks anders op zit dan ons gewoon keihard inzetten om die klimaatverandering in te perken. En ja, wij hier bij de Universiteit van Vlaanderen, wij doen dat door professor zoals Wim Thierry hier uit te nodigen bij ons. En al die video's die we al gemaakt hebben over de klimaatverandering, die heb ik ook verzameld in een playlist. Die kan je hier bekijken. En ja, like en deel gerust. En tot de volgende keer.